Dit keer vanuit het mooie Stadshagen. Want lieve mensen, er is iets heel bijzonders aan de hand in Stadshagen. Jawel, en daar gaan we komende vlogs over bij Kunst en Cultuur. Nou, waar sta ik nou eigenlijk in Stadshagen? Ik sta hier in het park van Stadshagen. En hier wordt op 13 en 14 juli het grote kunst- en cultuurevenement gehouden van voor door. En dat wordt heel speciaal. Maar goed, vandaag is het natuurlijk juni en gaan we iets heel anders doen. Want er worden twee workshops gegeven op de Wendakker en de Kopakker, beide van de Wendakker, door twee kunstenaars, Luc Onderbeke bij de Wendakker en mevrouw Schuringa op de Kopakker. Ze gaan dus workshops geven aan een aantal leerlingen en ook ouderen van de werker hier uit dit gebouw. Dus het wordt een samenwerking en een leuke workshops voor jong en oud. Er wordt dus iets moois gemaakt door jong en oud samen, straks na de 3 weken, wanneer ze de workshops dus hebben gevolgd. En wat dat gaat worden, dat wordt nog een verrassing. Maar dat zullen jullie zien als jullie elke week blijven kijken naar Marieke's Go! Kijk eens mensen, in de verte ziet u wat jonge mensen, oudere mensen helpen in een rolstoel. Ze worden dus gebracht naar de Wendakker. Hoe fantastisch en hoe mooi. Super toch? Nou, ik loop dus nu het schoolplein over bij de Wendakker. Ik ga naar binnen. Zo, ik loop nu de Wendakker binnen. Er is van alles te doen hier, leuk. Hallo allemaal, ik sta hier met kunstenaar Luc Onderbeke die vandaag de workshop gaat geven bij de Wendakker. Hij gaat zich even voorstellen aan jullie. Goedemiddag, ik ben Luc Onderbeke. Ik ben gevraagd om hier een workshop te komen geven. Ik ben beeldenkunstenaar, performer en schrijver. Op dit moment maak ik vooral voorstellingen. Maar ik ben altijd te vinden voor projecten als deze. Vandaag ga ik een schilderworkshop geven rond het werk van Miro. Daarvoor heb ik 10 kinderen en 7 ouderen aan de haak kunnen slaan. En die gaan mij helpen om in een uur tijd een kort project te realiseren. En misschien kunnen jullie later ook daar het resultaat van zien. En hopelijk ook bewonderen. Yes! Dankjewel. Hey, dankjewel hè. Toppie! Want je ziet dat Miro. Misschien heb ik nog een voorbeeldje. Kijk, dat is ook een beetje gek. Je zou denken van dit lijkt wel gemaakt door mijn kleine broertje. Maar nee, dit is gemaakt door Miro. En waarom lijkt dit gemaakt door mijn kleine broertje? Dat is omdat Miro ook heeft geprobeerd om te tekenen en te schilderen als een kind. En nu is dat voor grote mensen echt heel moeilijk. Om te schilderen en te tekenen zoals een kind. We denken dat we steeds beter worden naarmate we ouder worden, maar dat is helemaal niet waar. Een kind kan heel spontaan tekenen. En voor oudere mensen, of tenminste en voor volwassenen, wordt dat steeds moeilijker. En hier ook proberen terug te keren naar zeg maar het kinderlijke tekenen. Kun je hier ook heel goed zien. Nou Shakira, het is leuk hè? Gelukkig, dat is wat hij deed. Dus mijn vader die zei altijd, je begint met realistische kunst. Dus je begint als Rembrandt en je eindigt als Van Gogh. Ja, kijk, dat is en Picasso heeft ook zoiets gezegd, hè? Ja. Wat een kunstenaar die alles heeft geleerd, die moet dan uiteindelijk alles afleren. En die moet terugkeren naar dat stadium van dat kind, zeg. Nou, mevrouw, heeft u er zin in? Mooi je wel, hoor. Ja? Ja? Ik vind het wel een beetje raar. Bedenk maar iets. Ja, dan zit u zelf in beeld. Ja. Maar u had heel erg zin in roze, hè, hoorde ik. Ja, kloddertje roze hier en ja. Kloddertje roze. Alleen. Ja, leuk. Ja. Gezellig. Ja. Nou, ben benieuwd. Nou, ik sta hier naast Anna. Anna is van Stadshagen TV. En ze gaat hier verder filmen. Ik ga naar de volgende locatie, de Kopakker. Want daar hebben ze een Picasso-workshop, toch? Dat kan wel gezellig, toch? Ja, daarom. Dus ga ik daarheen. Later. Nou, ik heb net heel hard gesjeesd naar de Kopakker. En hier achter mij is het lokaal waar zeg maar, de workshop Picasso gaande is. Hier kunt u het van de achterkant bekijken. En ik ga zo even naar binnen. Hoe leuk! Ik ben dus nu in de Kopakker, in het lokaal en iedereen is razend enthousiast. Yeah! En ze zijn druk bezig met de workshop Picasso en daarvan laat ik jullie even wat beelden zien. Hij is echt heel mooi. Ja. Heel mooi. Oh, deze we worden beroemd. Ja, jullie worden beroemd. Lin, je wordt beroemd. Het is super tof
even een vlog gemaakt bij de kopakker. En nu ga ik naar de wendakker toe. Dus lekker crossen vandaag. En ik ben er zo. Let maar op. Nou, we zijn er weer. Even kijken wat de eindresultaten zijn geworden. Ben benieuwd. Ik vind hem helemaal lekker. Ja, nou, je kunt heel makkelijk gaan kopiëren. Ja, maar het is net alsof ik een kind ben, hè? Ja. Dus, nou ja, ik teken het ook als een kind, hè? Dus, Hij is prachtig, ja. Echt heel mooi. Ja, oké. Zo prachtig. Ik ga even heel mooi. Ja, want u maakt. Mocht je dat van ook doen? Dat is weer een hele andere. Prachtig, ja. Ja. Prachtig hoor, Elisa. Ja, we zijn nu. Het is nu bijna 3:15. En ik moet zeggen, er zijn een aantal dames die nog best wel wat werk voor de boeg hebben. Ik hoop dat ze er een versnelling bij steken. Ik denk dat ook wel dat ze dat aan het doen zijn nu. En ik zie ook wel dat er... Ik had gehoopt dat de ouderen en de kinderen iets meer door elkaar zouden zitten. Dat ze iets meer van elkaar zouden zien. Maar hier en daar zijn er ook echte mirootjes uitgekomen. En ook een aantal hele andere dingen. Maar dat is ook helemaal niet zo erg in deze context. Ik heb het idee dat de meesten er echt van genoten hebben. En nu proberen we in die laatste 10 minuten... Ja, misschien moet ik zelf ook een beetje gaan meehelpen. Ja. Ik heb de neiging om naar jou te kijken, Marieke, maar ik moet geen lens kijken. Ja, de lens, hè? Daar gaat het vooral om. En uiteindelijk gaan we op de expositie natuurlijk, op het festival, zien we ze allemaal bij elkaar. Ja. En dan wordt het eigenlijk, misschien wordt het dan eigenlijk juist één groot kunstwerk. Ja. Dus, maar ik ben er wel blij mee. Nou, super. Ja. Nog één keertje hoor. En volgende week kom ik weer. Yeah! We hebben dus vandaag in Stadshagen bij de Wendakker en bij de Kopakker een superleuke dag gehad. Kinderen hebben genoten van de workshop Picasso en Miro samen met senioren van de werker IJsselheem. Het was een prachtige samenwerking. Ze moeten nog een beetje wennen aan elkaar, maar dat komt vast allemaal goed. De volgende keer zullen ze beter gewend zijn. En we gaan kijken hoe het zich gaat ontplooien. De volgende keer krijgen ze een ware Mondriaan workshop van Stefan. En zal er ook nog een andere workshop plaatsvinden. Maar dat is toch even een verrassing. Dus kijk er volgende week naar die prachtige samenwerking met jong en oud. Ter voorbereiding van het prachtige, mooie, grote evenement Kunst en Cultuur in Stadshagen van voor door. Kijken dus. Nou mensen, het zit erop. Superleuk en was heel veel dynamiek. En volgende week is er weer een hele leuke workshop te bewonderen in de Wendakker en de Kopakker. Het was een succes. Hey ladies? Ja hoor. Woehoe! Nou mensen, nog een laatste zin. Wanneer jullie je niet geabonneerd hebben, abonneer je op mijn kanaal Marieke's Go, want het is gewoon super leuk en super chill. Doen! Hè meiden? Ja! We'll be right back.